Het geboortecijfer in China is historisch laag. China-deskundige Tjeerd de Boer vraagt zich af welke invloed dit heeft op economisch en wereldniveau van dit land. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Vrijwilligerswerk in buitenlandse weeshuizen kan schadelijk zijn voor de kinderen die daar wonen. Daarom is er een campagne opgezet om toekomstige vrijwilligers hierop te attenderen. Contact nu met Petri Hofland van Kerk in Actie. En Kerk in Actie doet mee aan deze campagne. Goedenavond, mevrouw Hofland. Goedenavond. Ja, waarom deze campagne? Ja, deze campagne, zoals je het al zei, vrijwilligerswerk in weeshuizen is schadelijk voor de kinderen die opgroeien in weeshuizen. En we hebben al eerder campagne gevoerd als Better Care Network, waar Kerk in Actie lid van is, met de campagne Stop Weeshuistoerisme. En we hebben gemerkt dat we daarmee wel veel mensen bereikt hebben, maar niet de jongeren die vanuit een geloofsovertuiging op reis gaan naar het buitenland om vrijwilligerswerk te doen. Ja, dus daar zetten we met deze campagne bijzonder op in. Oké, het lijkt een beetje een omgekeerde wereld. Als je vanuit je hart voelt dat je wil helpen in een buitenland, maar u zegt, ja, dat moet je juist niet doen. Nee, dat klopt. Want uit heel veel onderzoeken is gebleken dat weeshuizen schadelijke effecten hebben op de kinderen die daar opgroeien. Ze krijgen bijvoorbeeld verlatingsangst, hechtingsproblematiek. Bovendien 80-90% van de kinderen die daar opgroeien hebben nog één of beide ouders. Mm-hmm. Dus ja, we willen niet stimuleren dat kinderen daar opgroeien. Ja. En met vrijwilligerswerk stimuleer je dat wel. Dus ja. dat is niet de bedoeling. Maar geldt dit wereldwijd of bepaalde landen in de wereld waar dit een feit is? Dit geldt wereldwijd en je ziet met name in landen waar veel toerisme is, dat er ook veel weeshuizen zijn. Want mensen raken toch betrokken bij wat ze zien en dan willen ze graag wat doen. Ja. En ja, dan lijkt het een goed idee om een weeshuis te starten, maar dat is het niet. Ja. Nou zegt u meest richting die jongeren van doe dit dus niet. Mijn vraag is dan, hoe worden die weeshuizen dan geholpen als er geen vrijwilligers meer komen uit het buitenland? Nou, het hele punt is dus dat we eigenlijk willen dat weeshuizen niet meer bestaan. In Nederland bestaan ook geen weeshuizen meer. Dus waar wij als Better Care Network bijvoorbeeld op inzetten, is organisaties helpen om een transitie te ondergaan, waarmee je dus meer gaat richten op gezinsgerichte zorg, zodat kinderen echt bij hun gezinnen, bij hun families kunnen opgroeien. Ja. Zodat weeshuizen niet meer nodig zijn. Ja. Ja, dat is een heel mooi streven, maar is het ook reëel om dat te willen? Zeker, zeker. We hebben in de afgelopen jaren al heel veel organisaties gelukkig kunnen helpen om stappen te zetten in die transitie. Mm. En als je kijkt naar de grotere organisaties, die steunen ook al geen weeshuizen meer. En ook de grotere organisaties die vrijwilligersreizen aanbieden, sturen ook geen vrijwilligers naar weeshuizen meer. Maar je ziet in Nederland dat vooral de kleinere particuliere initiatieven, dus particuliere ontwikkelingsorganisaties, ja, die ook vaak een link hebben met de kerk, dat die nog weeshuizen ondersteunen en vrijwilligers daar naartoe sturen. En dat is iets wat echt moet stoppen. Oké, laatste vraag. Even terug naar Nederland. Wat raadt u die vrijwilligers, vrijwillige jongeren, kerkelijke jongeren aan om dan te doen in de zomer? Nou ja, je kan natuurlijk heel veel dingen doen, want het is goed om vrijwilligerswerk te doen. Hè? Laat daar geen misverstand over bestaan. Je kan in Nederland vrijwilligerswerk doen. Daar ook kun je je wereld vergroten. Maar als je toch wilt reizen, kun je kijken naar projecten die zich richten op duurzaamheid of milieu. Je kunt kijken naar projecten waar kinderen dus bij hun gezin in gezinsverband opgroeien om de gezinnen te helpen. Mm. Maar niet dus in weeshuizen. Oké, okay. Dank voor uw toelichting. Petri Hofland van Kerk in Actie. In China worden steeds minder kinderen geboren. Om daar verandering in te brengen, komt het land met rigoureuze maatregelen. Aan tafel China-deskundige Tjeerd de Boer. Goedenavond, meneer de Boer. Goedenavond. Ja, wat voor maatregelen gaat het om? Nou, men heeft een aantal jaar geleden heeft men die één-kind-politiek verlaten. En, is in 2015? In 2015 ja. Is er een twee-kind-politiek aangekondigd. En in afgelopen mei een driekindpolitiek, zoals het dan heet. Dus men heeft die controle opgeheven. Mm. Dat was een zeer gecontroleerd soort politiek en ingrepen in het gezinsleven van mensen. Ja. Dus eigenlijk is het gevolg van die één kind politiek dat men nu
En die politiek heeft verruimd. Mm-hmm. En mensen zelf stimuleert om meer kinderen te krijgen. Ja. Het probleem is daarbij dat dat niet onmiddellijk gebeurt. En ook niet gebeurd is. Nee. Want het krijgen van meer kinderen is een dure aangelegenheid. In China. Ook in China. Ja, ook in China. Maar is het ingegeven door economische motieven? Van, hey, onze bevolking vergrijst? Ja, dat is een van de eerste overwegingen, denk ik ook. Dat de bevolking vergrijst. Niet alleen in China natuurlijk, maar ook in China nu. En dat het directe gevolg is, hè, heeft men toch wel ontdekt, van die één-kind-politiek. Ja. Het betekent inderdaad een aanslag op de economische groei. De welvaart is gegroeid. Dus dat betekent ook dat die bestedingsmogelijkheden ook groter moeten zijn. Dus uiteindelijk heeft dat allemaal met elkaar te maken. Deze, laten we zeggen, dit nieuwe beleid. Ja. Maar de controle op het gezinsleven blijft natuurlijk wel. Die blijft, ja. Even, want het heeft ook een positieve kant, zou je kunnen zeggen. Ja. Onder het eenkindpolitiek waren er veel abortussen. Ja, want je mocht niet 2 of 3 kinderen hebben. Ja, dat was inderdaad dat was een soort dubbel instrument, kun je zeggen. Aan de ene kant werd dat gestimuleerd door de overheid. Tegelijk als een maatregel. Tegelijkertijd werd het ook gebruikt als een soort ontsnapping, zeg maar even. Omdat als je een tweede kind zou verwachten, dat had allerlei gevolgen. En dat was ook een van de redenen waarom vrouwen abortus lieten plegen. Ja. Want uiteindelijk kregen mensen hoge boetes voor het krijgen van een tweede kind. Ja, en zie daar nu. Nu wordt het ondergaan van een abortus wordt moeilijker gemaakt. Ja. Dus dat is inderdaad, dat hoort bij deze versoepeling, zeg maar. Ja, dat zou je als een positieve kant kunnen zien. Toen dat één kindbeleid is afgeschaft in 2015... Ja. We zijn nu 6 jaar later. Heeft dat niet geholpen dan? Jawel, uiteindelijk is er wel een groei gekomen. Maar niet zo als men misschien verwacht had. Omdat mensen niet zomaar een tweede kind kregen. Nee. Of wilden krijgen. En in het algemeen is dat het verhaal van dat mensen ook minder snel trouwen. Je hebt in China door die eenkindpolitiek en een mannenoverschot. Want uiteindelijk wilden mensen, en dat hoort ook bij het verhaal dat met abortussen te maken heeft, wilden mensen liever een jongetje dan een meisje. Ja. Dat is een algemeen beeld, kun je zeggen, in Azië of misschien in andere delen van de wereld ook. Want als je dan één kind mag krijgen, dan liever een jongetje. Liever een jongen, je stamboom. Dus dat betekent ook dat die relatie bestaat tussen abortus en wat dan heet feminicide. Mm. Het letterlijk doden van meisjes, dat gebeurde ook. Ja. Dus dat is het verhaal. En daarbij dan, dat ene kind werd dan ook werd een jongetje en werd verwend. Ja, want dat hoor je wel eens. In dat ene kind werd alle energie en geld en weet ik wat gestopt. Dus mensen zeiden, een tweede, daar beginnen we niet aan. Nee. En dus dat is nog steeds aan de orde. Want ik zei, er is een mannenoverschot ontstaan. Maar er is in feite ook een vrouwenoverschot ontstaan. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Omdat vrouwen meer gelegenheid kregen tot onderwijs. Mm-hmm. Letterlijk vanwege dat ene kind. Hè? Ja. Dan heb je wat meer tijd, kun je zeggen. Maar dat werd ook gestimuleerd in China. Ja. Dus vrouwen raakten hoger opgeleid. En wilden niet zomaar met iedere man trouwen. En dat geldt nog steeds. Niemand wil onder zijn stand trouwen. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Zou je kunnen zeggen dat de wal het schip een beetje gekeerd heeft? Ja, de maatregelen tegen datgene zijn gaan werken waar de overheid voor stond. Ja, want dat had te maken, die politiek had te maken met het bevorderen van welvaart. Ja. En dat is ook gebeurd. Hè. China is uit de armoede gekomen voor een heel groot deel. Maar de welvaart brengt andere uitdagingen met zich mee. Mm. En dat is inderdaad onder andere dit voorbeeld van vergrijzing. En het aantal, laten we 1-persoonshuishoudens is net als in Europa, ook in China natuurlijk heel sterk gegroeid. Ja. Dus uiteindelijk inderdaad, in die zin is het een wonderlijk soort relatie tussen het ingrijpen van de overheid en de situatie van de welvarende situatie van veel gezinnen. Ja. U zei net van, mensen krijgen liever een jongetje, want een man sterker. Hoe wordt er tegen vrouwen aangekeken in de Chinese cultuur? Nou ja, in dit huidige, in het communistische regime, zeg maar, gaat het om gelijkheid. Ja. En dat was ook in de eerste jaren van de revolutie, zeg maar, heel duidelijk zichtbaar. Mm. Mannen en vrouwen zagen er bijna hetzelfde uit qua kleding. En wat werk betreft, vrouwen deden hetzelfde werk, ook in fabrieken, ook op het platteland als mannen. Inmiddels, en dat is nog steeds een uitgangspunt. Bestuurlijk gesproken kun je niet onmiddellijk zeggen dat vrouwen dezelfde positie hebben. Als je kijkt naar het Volkscongres,
zie je maar heel weinig vrouwen nog steeds. Dat zijn meestal mannen, ja. Dat zijn toch meestal mannen. Je hebt het voorbeeld natuurlijk wel van vrouwelijke CEO's, van vrouwelijke van vrouwen in hogere functies in het bedrijfsleven. Yeah. Je hebt het voorbeeld van de dochter van de directeur van Huawei, die in Canada gevangen zat. Dus ja, dat is inderdaad een beetje dubbel. Yeah. In de traditie was de man het hoofd, heel duidelijk, ook van de vrouw. Mm-hmm. Maar inmiddels is dat natuurlijk niet zo. En zijn vrouwen, en dat is dan het effect van opleiding en ontwikkeling, van onderwijs en ontwikkeling, dat vrouwen in die zin vaak hoger opgeleid zijn dan mannen. Ja. Als we even naar die economische positie kijken, want China is een groeiende macht, ja. Wil ook wereldwijd invloed hebben. Is dat ook de achtergrond hiervan? Van... Ja, er is natuurlijk rivaliteit. Hè? Om te beginnen die economische rivaliteit met zeg maar de Verenigde Staten. China is op weg om nummer 1 te worden, economisch gesproken. Maar zijn ze er bijna? Nou ja, de president heeft een verdere datum dan zeg maar dit jaar in het hoofd. Maar men is op weg daar. Hmm. En dat zal ook misschien wel gebeuren. Dat heeft natuurlijk alles te maken inderdaad met de bevolking. En met bijvoorbeeld ook rivaliteit met een land als India. Waar zo'n soort controle en ingreep minder aan de orde was. Of niet aan de orde was. Ja. En men verwacht dat India China gaat inhalen als het gaat om om bevolkingsaantal. Dus de rivaliteit in de eigen omgeving is ook duidelijk aanwezig. Dus het is economisch, maar het is ook militair. En het is ook vooral technologisch. Ja, militair. Want we hebben pas gezien dat de VS, Japan, Australië en het Verenigd Koninkrijk... Die hebben een soort verbond gevormd tegen China. Ja, dat is heel duidelijk. En dat heeft China ook opgevat als een soort tegenbeweging. Ja. Dus als een vijandige alliantie in feite. Hoewel dat nog niet zo duidelijk uitgesproken is. Maar die spanning is er heel duidelijk. Ja. Ja. De spanning in de wereld verplaatst zich naar de Stille Oceaan. En dus ook naar de Zuid-Chinese Zee. Ja. Waar die landen allemaal aanwezig zijn. En is het een heel bazaal gewoon uitrekenen van... wij moeten meer mensen hebben om daar straks dat mee... Ja, ik denk dat je dat letterlijk en figuurlijk ook kunt zeggen. Ja. Het heeft met elkaar te maken. En tegelijkertijd blijft het inderdaad over de controle op die hoeveelheid mensen. Op die 1,4 miljard. Ja. Dus dat technologische aspect is natuurlijk ook heel belangrijk. En er werd gezegd dat die controleurs op de eenkindpolitiek ooit, die honderdduizenden controleurs, nu het mensen in het algemeen controleren. Dus er is natuurlijk een apparaat ontstaan in de loop van zoveel jaar. En dat is tegelijkertijd dus inderdaad ook deel van de ontwikkeling. Er is ook een verregaande sociale controle in China. Is er, ja, zeker weten. Ja. Ja. Stel ervoor dat deze stap, zoals die in 2015, ook niet slaagt. Ja, wat is dan de toekomst van China? In die zin is men verder gegaan met die driekindpolitiek nu. Dus ik neem aan dat ook doorgaat, dat die versoepeling en misschien ook dat soort controle... een beetje wordt losgelaten. Dat mensen inderdaad de gelegenheid of gestimuleerd worden ook om bijvoorbeeld door kinderbijslag of iets dergelijks. Dat is aan orde geweest in bepaalde gebieden of misschien in bepaalde omgevingen. Ja. Dat is zeker aan orde, dat kinderbijslag een motief kan worden. Ja. Zoals het ook in landen als Hongarije bijvoorbeeld aan de orde is. Dat kan natuurlijk stimuleren. Dus het is, dat is een algemeen soort voorbeeld ook meteen. Dat het stimuleren zou kunnen helpen. Maar dat moeten mensen wel willen trouwen. Ja. En dat heeft u eerder geschetst, daar wat kritiek op is. Ja. Speelt het nu vooral in de steden of ook op het platteland in China? Nee, dit speelt vooral in de steden. Want dat was ook, het platteland was in een aantal opzichten ook anders. Daar mocht je al meer kinderen krijgen. Mm-hmm. Ook onder dat... Dat werd onluikend toegestaan. Ja, dat werd toegestaan. Ja. Dat is ook het punt. Hè. Er is die trek geweest van het platteland naar de stad. Dus de moderne samenleving is natuurlijk de samenleving van de grote stad. Ja. In China, maar ook overal in de wereld. Dus in die zin kun je dat inderdaad ook in China wel heel duidelijk zien. Het platteland in veel delen van China is redelijk achtergebleven. Mm. Dus daar heeft men een heel ander soort samenleving nog altijd dan in de grote stad. Dus die andere samenleving is dan toch meer traditioneel. Ook als het gaat om gezin en familie dus. Yeah. Maar in de Gouden Stad is het inderdaad net zo modern als hier en soms nog veel moderner. Te vergelijken daarmee. Dank voor uw toelichting, Tjeerd de Boer. Graag gedaan. Want dit was alweer uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Morgen bij Leven en Welzijn. Dan zijn we er weer. Fijne avond en graag tot dan. Dag.